Mieke Lauter, Brian Lauter, Jesper Grønkær, Dan Petersen, Kron Deli, Jussi Kujala, Rasmus Lindgren, Jason Kulina, Moe Sander, Sander, Johnny Hansen, Per Weirer, Markus Rosenberg, Eriksen, Fischer, Markus Bay, Lukas, Bøjlesen, Dolberg, Zlatan, Farko, hvilke spillere sidder Kijk Lettig op, and who is he, and der sætter ikke sæt krone, ikke vil ikke sætte, that did how for myself. Ik zit nooit samen met andre scouts. Daarom der kan ik mig lidt koncentrere. At sige en spiller sige, hey, far kunne finde ikke til at spille, ved. Der kan ikke sige noget de figurer, han er hovedet med de kause, og for kryge og slægte, og for intelligensen. Jeg måtte naturligt have fanget fandt hvilke position, ikke? Med at få snell sein, og få fodbold, intelligens, teknisk ryge trap, værkt hard. Der er sådan en fel ting, der de går opskrevet for. Jeg finder de modigste barn, der er professionelle fodboldspillere. Og de tvede, der er scout for Ajax. Jeg finder, jeg har en fantastisk barn, og jeg er så ja, egentlig trods, at det ikke magt for Ajax-værket, der hun Ajax er en af de bedste klub i Europa. For alt mit scouting, med de junge spillere sådan så. Så der skal være en fantastisk barn, når du siger. Der er Vejre også, sgu. Den går der. Jo. Sjække Svart har ringet til mig 2 gange kl. 10 om aftenen, søndag aften. Allerførste gang, så havde han indsat. I kæmpe en fantastisk spiller, skal jeg sige. Så ringede jeg til ham, så sagde lige så. Eller hvem er det? Ja, det er ham, du lige har fået ned. Kasper Dolberg. Nå, for helvede. Ja. I starten med Per Weirer. En ja, Fugger Ajax-spiller, en Jytland, en Vejle, der havde vi sådan en turnori. Og der var også, der var far de bedste spillere. Og den havde vi gennem Kjærhallen og Ajax. Det er alle kvaliteter, ikke? Men jeg havde en problem
met blessures. Ja, het was hamstring problems. En ja, efter keer ik terugkwam, dan doen ik sprint en dan was het weer gescheurd. Ik heb twee operaties gedaan, maar het lukt niet. Dus ik moet, als ik 20 jaar was, moet ik stoppen met voetbal. Ik heb in die A1 gespeeld met Jan van der Tongen, Fernando Nita, Jeffrey Sapong en Robert Schilder. Ja, heel goede spelers. Dan nu in, speelt in Europese voetbal. Chef? Goddag. Hvordan går det? Det går godt. Hvor træner de hen? På bane 3. Ved du, hvor det er? Nej. Det er rundt om stadion, og så hen forbi klubhuset. Ja. Så er der jo den første bane ude for klubhuset, hvor jeg plejer at spille ungdomskamp. Den næste. Okay. Vi kan følge sig derude, hvis du vil. Ja. Halv 11, ja. Start igen. Det ville være fint. Kan jeg gøre noget for dig, Hinsa? En kop kaffe eller noget? De klubs mod spillers for Copa i en Danmark, der var med den synes altid blege, at jeg kom gage, og når jeg en spiller, når Ajax kan for Copa, den der kriger sig kredet, ikke? At så mod det her i en Danmark, ikke? Så mod spillers for Copa om nok stays to leave. They attacked the building tonight, last night. No. With paint all over and writing some sort of graffiti. It's the same Feyenoord and Ajax, Brøndby and FC Copenhagen. Ja, fel Vestrej, det var, jeg tænker, sundt for de tredje. Var der heb jeg ikke Vestrej, det var, jeg sagt, der er det vel ikke fedt. Jeg har min marker i firmaet der. Jeg kan ikke altså at krydde Vestrejde siden. Ja. Aften to have jeg også været i Vestrejde siden. Var jeg en ekse på forvagt. Den har blivet en spiller, der er interessant sig. Så scouting, zowel in het buitenland als gewoon hier in het Nederlandse veld, ja, blijft gewoon heel belangrijk. Want je moet continu nieuwe aanwas hebben. En je wilt dat het liefst dat elk team met de beste spelers traint en speelt, waardoor ze naar een hoger niveau gaan. Dus hoe meer grote talenten in elke lichting zitten, hoe de kans groot, zeg maar, dat er meer talenten doorvloeien naar het eerste. Want ik denk de rijke clubs die kunnen gewoon zeggen, hier heb je een zak met geld en haal hem maar op. Dat kan je ook scouten noemen, maar of dat ze echt met scouten te maken hebben, dat denk ik niet. Ik denk dat juist clubs als in Nederland en ook, zeg maar, in Zwitserland en in andere van die, zeg maar, sublanden, ja, die hebben dat gewoon heel erg hard nodig. Het is gewoon, je moet het zo zien, wij kunnen in een vijver vissen. Zeg maar van 16-jarigen, van 18-jarigen, 19, 20 jaar. Ja, van 24-jarigen, 25 jaar, die vijver, ja, heel sporadisch haal je er eens een keer één uit. Maar voor de rest zit je meer in, zeg maar, tussen 16 en 19 te scouten. En
op amateurniveau zit je al op zijn zevende jaar te scouten. Dus ja, dat is volgens mij waar het om gaat bij Ajax. Continu alert zijn, waar kan je de beste talenten vandaan halen. Så jeg nede på noget, der hedder La Manga. Ikke? Der var Benhakker og Quartianse med dernede. Ikke? Men vi sad Quartianse og mig, vi sad bag målet. Ikke? Og Leo Benhakker, han gik her rundt og kiggede. Ikke? Så får Zlatan, han får en. Så uden for straksfeltet, ikke? Så får han en i knæhøjde. Ikke? Så vipper han den op. Op over sig selv og op over ham, der stod og dækkede ham, ikke? Og så røg han rundt. Så flugtede han den ind i kassen. Lars, jeg siger dig, et kanonmål. Så ham der Quartianse, der var træner. Ej, ham må vi hente. Ham må vi have. I was the happiest guy in the world. I was ready to take over the world. And I was so happy and I said, if I don't get concrete now, it will never happen, I said. And that was the moment they said, we want to meet you. That is the stadium here, where I keep Zlatan Krasin for the Esther Kjær. I kring over den når Malmö kijker of derom dat Malmö heb altijd goede spelers gehad, ikke? Så jeg dachte, nu kan ich kijken, ikke? Men dann heb ich Zlatan gesehen, ikke? Und god, da moet ich nog een keer komen kijken. En, ja, da wurde natürlich nicht minder. Wel. I was so hungry to show myself, to demonstrate how good I was, that I was much better than the other ones. I had attitude, of course, because I believed in myself, I believed with me. Things would be better with me. Even at that time, I was young. I said the Swedish national team would be better with me, so I had confidence. I could see that he had each special, ikke? Men jeg vidste naturligvis ikke, at han så en kroget spiller, hvor det var. I kun det var fantastisk med tekniske, han var skrot, men dog. Frede Snell, han ja, havde sagt i spil, ikke? 1-2, kryge kop, ikke? And, I was happy, young, and full of adrenaline. And did crazy things, no problem. I even enjoyed to do the crazy things. And then we had I heard like there is a Danish person watching you. I said, okay, he's the same like everybody else, I said, because a lot of people are watching me, of course, because of my confidence. Who else should they watch? I remember this Danish person that became more familiar for me, John Sten Olsen. Because he was sneaking around in my trainings also, not in the game. So, and in Malmö is open trainings, just like Ajax. Everybody can watch at my time. Everybody can watch the training. And I saw this old man, he was always there in the corner watching. And at the end, hello, how are you? Get to know each other little by little. Fruger, den sat væg 1-3-3 scout op de vestlejde. Ik heb en detail med Zlatan. Nå heb ik... Ja, ich habe sicher Zlatan gesehen, 15, 20 Kehr. Das kann ich nicht von da. Von da, da sind 20, 25 Scouts bei der Krui Westreiting. And then we met, and in the meeting was Quartianse and Leo Benacker and John Sten Olsen. We were talking and that, and you know, the approach of Benacker, it convinced me in a way, because the way he is he's dominant. When he speaks, he's very dominant. That is what I like, because I don't like people licking your ass and like to tell you what you want to hear.
doesn't give me nothing. But when Leo was, the first thing he said to me, if you try to fuck with me, I will fuck with you. And I was like, okay, this is the person I have to deal with. But it triggered me. And John Stan was there, he was quiet and like, he just was he was hoping something would happen because other clubs were also interested. Men vi havde kritikken med ham, der var ikke vel bleg. Han var så ikke bleg om Ajax der kom, da hun havde vidst, at det var så gode klub. When I came to Ajax, I was lonely. I was very lonely. And John Stan was calling me. He was making me feeling comfortable, making me feeling home, because he has been a professional player. He knows what it takes to feel good, because the way you feel outside the field is the way you feel inside. And I was not comfortable and happy outside. And that influenced me in the field. And that's why it was not fantastic the first year. But I always had John Stan that always was pushing me, giving me motivation, and was trying to make me comfortable, which was not easy because coming alone abroad from Sweden, live in Amsterdam, huge city, fantastic city, but I don't know what city it is. I didn't know the language. The club was massive for me. The stadium, Amsterdam Arena, was massive. The players were big talents, so I needed to adjust in some way, but John Stan, he was there because he wanted me to succeed. He believed in me, and he never gave up on me. And that is what I appreciate in this person, because once he believed in me, he never turned his back on me. Because we have other ones that did their thing, they made money, and you didn't see them anymore. But John Stan has been there since day one, and this is people I respect and people that gives me the inspiration of what an example of a person should be, a man. Elke keer naar Amsterdam komt in de begin. John kom even kijken naar die nieuwe auto van mij. Ik zei, die heb ik net gezien. Nou, ik heb weer een nieuw. Zo was het bijna elke keer. I remember it since day one, he said to me, Zlatan, it's all up to you. Ajax is the first step, but it will not be your last step. I wish you to play all my life in Ajax, but that I know that cannot happen, because the player you are, you will take over the world, he said to me. There is no limits for you. The player you are, the way I see you progress, and the way I see the vision I have, I see all this happen, and like I said, I have to thank him, but the person is, for me, amazing. I have a father, my original father, but you can say that John Stan, he has been like an extra father for me. He is fantastic, and you see ook met de nationale ploeg, ikke? He is fantastic, and ik moet eerlijk zeggen, als je zo zit, en mensen begint slecht over Zlatan te praten, dan ben ik gelijk hier. Dan kan ik tegen anden, ikke? Daarom, ja, hij is stømme. Hij is niet zo klog. En zo. Maar hij is verstandig. Heel fijne fan, vind ik. Als je zo kan nadenken, ik, dat is toch die beste speler ik heb naar Ajax gekregen. Ik. Dat is fantastisch leuk. Voor mij, dat zijn drie spelers. Pelé, Cruyff en Zlatan. Dat is voor mij die drie beste spelers. Ik zijn begonnen in Hvidovre, waar ik was 6 jaar. Dan der kom ik in de eerste. Ik was 17 jaar.
En dan lagen wij in de vierde divisie. Dan de volgende jaar hebben we de vierde divisie gewonnen. Dan hebben we de derde divisie gewonnen. Tweede divisie. En dan de eerste in de eerste divisie. En dan het jaar daarna worden we kampioen in 66. En dan speelden wij één jaar. Dan speelden we net als Europa Cup. Dan speelden wij tegen Real Madrid. Dan vroeg de club, de Danske Fodboldforbund, of wij mag vrij van de baan. Dat kon we niet. Dan vroeg ze of we mag stoppen 12 uur. Nee, je moet werken tot de 4-5 uur. En dan moet je spelen 8 uur in de stadion. Ikke? Maar je mag niet vrij van je baan, daarom je was amateur. Så vi hebben de hele dag gewerkt. En dan spelen we tegen Real Madrid 2-2. Så, dat was niet zo slecht. Dan had ik een Engelse trainer, Jack Mansell. Der heeft de Ajax gebeld. En dan heb ik een gesprek met Van Praag. En dan zei hij, John, vi mag alleen één buitenlander hebben. En dat was Inge Danielsson. Je speelt een half jaar bij Haarlem. Als je goed genoeg zijn, dan kom je naar Ajax. Nou, dat was op zaterdag. En daar zag ik de tweede scene van Ajax. En daar speelde Inge Danielsson. Ajax heeft 5-0 gewonnen. Inge Danielsson heeft 5 goals gemaakt. Ikke? Dan kreeg vi en bot van Malmö. En dan belde ik Ajax op og sagde, nej, men ikke kvarlet. I kom lidt. I tænkte, I kreeg et mål ikke en Ajax. Dom, de spillere skulle sige, var ikke en plads for en så komme. Så en jammer. Dom, ikke havde naturlig de kans mod Nehme. Ikke? Der så i kabinet kan tegne nogle jaar med Malmø. Men der krig ikke på Misje om når jeg udtræk eller DOS. Der havde jeg en kontrakt for 3,5 jaar kan tegne. Ja, jeg var så krudt op i midtefelten, hardt værk og så. Så det bildede mig op og fik var interessant. Interesseret om naar Feyenoord te komen. Het mogen duidelijk zijn, dames en heren, jongens en meisjes. Blijf zitten waar u zit. Doe desnoods uw stoelriemen vast. Want we gaan zo dadelijk de klassieker beleven. Altijd een beladen wedstrijd, natuurlijk. Maar nu... Als ik van Utrecht naar Feyenoord, ja, dat was heel, heel groot verschil. We hadden veel nationale spelers. Sommige van die nationale spelers zaten op die bank. Zo was oorlog. Elke dag op die training. Ik. Dat is toch ook een feit trap daar, hoor. Ik ben altijd fan van Ajax. Ja, dan kreeg ik alle die wedstrijden, die ik kon zien van Ajax, kreeg ik naartoe kijken. Zelf in die tijd waar ik bij Feyenoord speelde, ja, daar was ik ook fan van Ajax daarom. Ik vond Ajax altijd goed voetballen, goede spelers. En dan vond ik ook die voetbalpark. Shirt, den witte broek en... Der fandt jeg også mit Feyenoord, der havde vi svarte brug og svarte kauser. Ja, jeg fandt Kroen Ajax mooi. Mag door. Younes, Milik, Klaas aan de rechterkant. Tete komt ook. Dit is Klaassen voor het schot. Wordt even van richting veranderd en valt binnen. Het is 1-1. Klaassen, van richting veranderd schot.
Wel of niet de bal over de lijn? Het is door de grensrechter natuurlijk niet waarneembaar. Het is wel, het is, hij is over de lijn. De grensrechter had het hier wel moeten zien. Hij wil het geloven. Dit was eigenlijk een bal over de lijn. Dan had dit dus allemaal niet door mogen gaan. En dit was het dan. Dit was wederom een remise. De klassieker die door die goal van Klaassen in 1-1 eindigt. Na de eerdere treffer van Van Beek in de eerste helft. Dat is die meest interessante wedstrijd. Brøndby en FC Copenhagen. Dat is altijd grote fight. Als ik een speler zie dat doen het hartstikke goed, hè? Maar dat kan ik toch 1-2 keer gaan kijken. Daarom, je kan altijd een goede dag hebben, je kan ook altijd een slechte dag hebben. Je moet meer dan 1 keer zien. Hè? Ik bel Mark op. Als ik zeker dat hij, ik vind hij is goed genoeg voor Ajax. Ik zit John Steen vaak wel eens een beetje uit te daven. Je moet sneller antwoord geven, hè? Want nu het hedendaags voetbal, 2 maanden wachten is al te laat. Dan zijn ze al weg. Er staan er 10 clubs te wachten. Ik moet zeggen dat Mark is heel goed met die beslissingen nemen, ja of nee. Ik vind ook dat je als een scout zegt, die moet je halen, dat je ook niet moet twijfelen. Dat je eigenlijk blind op moet kunnen varen. Oké, dit is de norm die wij vragen bij Ajax. Dat hij weet die norm. Dus kunnen we eigenlijk met een gerust hart deze speler gaan halen. Is Kasper Dolberg. Die is geblesseerd. Liesblessure. Helaas. Ja. Want het is een goede speler hoor. Wat voor de heer. Heb jij hem gebracht? Opgedomd. Ja, dan moet het wel goed zijn. Hij is fantastisch goed, man. Ja. Ik kreeg altijd dit telefoonnummer, ikke? En dan belde ik hun ook gratis. En ook als ik in het stadion kom, bij de toekomst, zit ik altijd met die jongens te praten. En dat we een goede verhouding hebben. Ikke? Fan er van noget, du går og laver. Det er super, man. Hvor sindssygt. I er vildt imponeret, ja. Ja, det kan jeg love mig. Jeg har sagt, du er klar op på toppen til næste år. I have Kasper Kassin. Ja, 3,5 år later. And he was overtaget, at vi så ham halen naar Ajax. Og dan, ja, dan heb ik tegen Mark har sagt, at jeg finder, at der her er en af de grootste talenter i Danmark og dit moment, at der er snit krævende, at have en arsme i staden, men der er ikke, hvad det mener. It's an honor to be here, and yeah, it's very big for me. It's always nice to see you. Ik vind zelf, als er echt een heel groot talent is die er bovenuit steekt, moet je hem altijd nemen. En met Kasper was voor mij de overtuiging gewoon heel simpel. Hij zei, die is zo goed. Hij zei, die speelt binnen no time in het eerste. Ik
Jeg spillede en Utrecht, og den spillede jeg sammen med Tony Brunk, der kring her trygt med Ajax. Og den var helt scout. Der bælte han mig altid op. John Kranjeme. Der kunne ikke hæmme rundrej, når de vestrejede sine, de spiller sine overal, ikke? Okay, misschien dat Marco de Kaal er is boven. Die overdieping. Ja. Ja. Probeer. Ik bel hem even anders. Ja. Zo, ik belde Louis op en zei, Louis, ik vind, ik heb een goede idé om scout in Skandinavien. Han sagde, kan jeg nicht en handlingsplan, når mig to styrer? Og da havde vi så en handlingsplan af på markedet. Hvad der krebørt, der kreg til kontrakt med Barcelona. Ja, og den var også ikke naturligt ikke så interessant mere. Der var de ikke opkrebet, og der var to fra de direkse. Hvad de fandt fra Morten Olsen. Jeg sagde, jeg har international klub med Morten krebet. Og jeg ved fra andre mennesker, der havde sådan helt gode træner. Og den er så Morten Nejske komme. Og den der bælte ham op og sagde, John, bedank for dit hjælp. Og der sagde de, jamen Morten, I kan mig hjælpe. I kæbte en kredsbrik, de tegte med Louis van Kral. Der så ikke en handelsplan styre. Den havde ikke det, når Morten kunne styre. Og der så ikke komme om en kredsbrik med de bestyrer, van de jøgt, Ajax. Jeg hedder Mike Harald in de tijd met Ajax. Ja, dat klopt. So, daar was ik heel blij mee toen en dat ben ik nog steeds. Ja, oké. Okay, want je hebt heel veel goed werk gedaan voor Ajax. John, je wil dat verdienen. Ja, dat is goed. Je wil met mobiel, dat is ook goed. Je wil kilometer, dat is ook goed. Wat wil je kantoor hebben? Der vil jeg tøjes, krudt, men her vil jeg bekrinde. Ja, så snel muligt. Og et sted jæste fra dag, fælles det her. Ja, der er 19 kvartier. Der dyrer 19 kvartier. Altså, ja, det må jeg sige, naturligt blevet, ikke? Maar for, der får jeg så sige noget. Ja, vi har altid plezierig samengewerkt, heet dat, hè? Dat is leuk toch altijd, ja, hè? Ja, maar ik zeg dat. Ik hou van Ajax. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Ja. Nee, we waren er heel blij mee toen het tijd. Dat ging. Ja, ik ook. Hij is gewoon van onschatbare waarde geweest voor ons in deze regio. En hopelijk nog vele jaren. Hij is natuurlijk wel begint op leeftijd te komen. Maar je zit nog vol ambities om elk talentje in elke hoek of gaten te vinden. Frank de Boer heeft tegen mij gezegd, zolang het trainers zijn voor Ajax, ben ik scout in Skandinavien. Dan zegde Mark Overmars, hoe zit het met die contract van jou? Hij zag er zo'n beetje, ja, hvad heet det, sagarentes uit. En dan zegde John, vi ved allemaal dat je niet heel jong meer zijn. En dat zijn veel van de oude nationale spelers, der helt graag die baan van jou wil hebben. En ik moet toevallig zeggen dat wij hebben besloten dat jij kan zelf bepalen wanneer je kan stoppen. Je kan zelf besluiten welke wedstrijd je kan zien. Hij probeerde echt het helt chagrijnigste te zien, ikke? Maar nou, dat was leuk. Dat was hartstikke leuk. Han spillede bare FC Midtjylland. Han der har jeg ham tre år kan få. Men der spillede han en spids. Og bare de under 16 nationalplukkerne og under 17. Ik wist niet altijd dat hij erbij was. En hoeveel wedstrijden hij precies heeft gezien waar ik meedeed, dat durf ik ook niet te zeggen.
De eerste keer dat ik echt met John gesproken heb was toen ik hier kwam. Toen we in een hotel zaten, in een Mercure Hotel zaten, naast de arena daar. Was hij daar ook wel bij toen ik hier kwam kijken, een paar dagen. En dat is eigenlijk echt de eerste moment dat ik John echt gesproken heb. Ja. Altijd makkelijk geweest en ik mis ook soms. Ik heb heel vaak mijn familie gemist en vrienden en alles in Denemarken wat ik daar heb gelaten. Ik heb John met name in de eerste periode heb ik hem echt heel veel gesproken. Toen hij nog bij de A1 zat en want het was vaak moeilijk en toen dat weet hij ook, want hij heeft het vaker natuurlijk meegemaakt met jongens en ik denk dat iedereen het op zijn eigen manier kan het soms lastig hebben als jonge speler in een nieuwe land en bij een nieuwe club. Dus hij heeft me regelmatig wel gebeld over hoe het ging en ook wat hij heeft gehoord van mensen hoe het ging. En het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat ik, zoals altijd, vond dat ik niet genoeg scoorde en vond dat ik ook daarnaast niet goed genoeg speelde. En toen heeft hij me daarin gewoon geholpen en gezegd dat het alles komt vanzelf. Vertrouwen in hoe goed een voetballer je bent. Ik heb jou goed gescout, dus daar moet je geen zorgen over maken. Het is mijn probleem als je niet gaat slagen, dat soort dingen, weet je. En dan krijg je de rust wat je nodig hebt om te voetballen. Ik weet niet eens of hij of zijn karakter bij Ajax past. Ik zou zeggen, hij gaat nooit vragen erkenning of zo. Hij is altijd gewoon rustig en hij is ook erg bescheiden, denk ik. Maar hij weet ook wel wat hij goed doet. Daarom is hij ook zo belangrijk geweest voor Ajax, met de spelers die hij hier naartoe heeft gehaald. Hij gaat niet laten zien dat hij van Ajax komt of met een grote jas aan of zo, met een Ajax logo of de drie sterren of zo. Dat is niet zijn ding. Hij komt lekker in zijn eigen rustige kleding en dan gaat hij lekker kijken ergens waar hij alleen kan zijn en waar hij goed voetbal kan kijken. Het is een vent die heel veel voor me betekent. En ik denk dat je dat ook aan Christian of Nicolai zou kunnen vragen. Iedereen heeft daar een speciale band mee, want hij betekent gewoon veel voor een voetballer als ons die hier naartoe zijn gekomen en een kans heeft gekregen door natuurlijk ook door jezelf, maar ook omdat hij je gezien hebt. Het wordt gewoon een beetje zijn jongens, denk ik. Hij ziet gewoon ik en Christian en Nicolai, waarschijnlijk ook Zlatan, gewoon als zijn jongens. En daarom zal de goede band tussen ons altijd bestaan, denk ik, zolang dat we nog gezond zijn. Hvad så, Fischer? Jeg fik sgu lige 30 år i går, du. Nej. Jo. Jeg skal lige træne over. Hvad tager du? Det er dejligt. Kan du ikke lige lukke i hjernen nu? Så det bliver for koldt for dig, gammel barn. Pas på de nye sko, ikke? Ja, det bliver godt. Ikke giver svin i tæt. Jørgen. Hvor er det fred, mand? Skud. Skud. Jo. Hvor er skud? Ja. Ja, det er så. Kunne I vestre, Christian? Hvad gør jeg? Ja. Kwaliteit scout. Alles goed? Alles goed. Maar goed. Bij Knutsen nog eens een heren is meekomen, zal de scheidsrechter het spel direct stilleggen en de veld. Lucas had ik 6-7 keer voor die tijd gezien. En dan belde ik een Frank de Boer dat hij moet komen kijken. Ikke? Maar dat kon hij niet, dan heeft hij zijn broer
Jeg så spille en køge, Aalborg køge. Og den satte der sat 25 scouts. Kollega, der spillede Lukas af sin krentebold. Det var snitkrudt i de vestret. Så Martin, den havde været kollega. Den mark is, is fantastisk. Det er nem, snel en beslutning. Det er ikke så, nogen kan sige, nogen kan sige. Det er ja eller nej. Og det var det er selv med Kasper Dolberg. Hvis vi ikke mark havde gehad, var det en helt snel beslutning kan nemme. Og det havde vi hem ikke kan krijgen. Gewoon uiteindelijk gaat het ook om kleine details. Je kan heel vaak zien. Dus wij hebben Cabrits gehad, zeg maar, in de tijd van ons. Ja, daar kreeg je niet bij de gevoel bij een aanname. Ja, dat is een topper. Terwijl je dat zeg maar bij Lucas Andersson heb je wel momenten denk ik, hey, ja, dat zie je niet bij heel veel spelers terug. Dus dat is waar vaak je doorheen moet kijken en niet. Gebaseerd bijvoorbeeld op één wedstrijd. Hvordan går det? Det går godt. Det gør det også med dig. Ja. Super for helvede. Men vi må jo lære dig at klæde om. Det ikke tager så lang tid. Lukas, jeg har fået besked, at du skal tage din telefon. Hvad? Du skal tage din telefon. Nej, det er Henning Spikermann. Nå, det er flexigt. Han har ringet 2-3 gange. Og det er fordi, at han vil have, han vil gerne snakke med dig, fordi han vil have, at du skal føle, at du stadigvæk er med i klubben. Ja. Men Lukas, jeg ringer til dig, ikke? Fordi vi er nødt til at gå Herman game til konen, ja. Ikke? Så vi snakker ved. Ja, jeg kommer ned senere og kigger, ikke? I kæmpe en hele krog i forhavdingen med Zlatan. Det har vi altid gjort. Men jeg har... Jeg har en halvskekogt i Malmø. Den kom i kajke, og den satte her ben et, og den sagde til John, løb even af bove, der kan jeg selv en karma kise. Jeg har spillet en Barcelona. Det højeste jeg kan kajke i Sverige, det er sig kravde bolde. Og der spillede her i Barcelona. Og der så her de ball krække en Malmø, en krogte hal. Og der var 10.000 mennesker, og så var alle forskellige udfordringer. Og den måtte han ikke danne tukran fra Barcelona. Og der hæfte de svage. Fodboldforbundet Kabelt og Kasek. Jeg sagde, de kravde balle så heppe. Der er alene en person, der måtte de ballhale. Og det er John Sten Olsen. Guldbollen 2009 går til Zlatan Ibrahimovic. Först och främst vill jag att ni ger en stor applåd till John Sten Olsen som ska hämta min guldboll. Varför jag ville att John Sten skulle hämta mitt pris, det är för att han är den som scoutade mig i början och han som upptäckte mig och rekommenderade mig för Ajax. Det var ju ett gott ord. Tack vare honom, tack vare mig själv också, hoppas jag. Kom till Ajax och sen därifrån och kunnat utveckla min fotboll och
vara där jag är idag. Så jag har mycket att tacka Jens Sten och ett stort tack för att han vill hämta priset på sig. Och sen vill jag be om ursäkt för att han är dansk, men det är sånt som händer. Han har följt mig under hela min karriär och vi har daglig kontakt, så en till applåd till Jens Sten. Det är så fel betegning för mig. Det var med ovälvarig kund. Den sikt i de mennesker. Jeg hæfte Zlatan Krahal, nej, ikke? Hæfte Zlatan Krafund. For mig, he's a fantastic, not only a fantastic scout, but he's a fantastic person. Because I know him more than other people, and I can easily say that for me, he's not only a scout, not only a friend. He's, for me, he's a family member. So for me, it means everything. Wherever I go, I don't represent only Sweden and my family. I feel in some way responsible that I'm representing also Jens Sten. So wherever I went, I bring him always with me and I represent him. So it gives you a little extra pressure to show who you are, because the first man who got an eye on me was Jens Sten Olsson. Skandinavien is het voor al de Deense spelers. Die zijn zeer enthousiast over Ajax. Daarom we hebben, er zijn zo veel goede spelers van Denemarken. Frank Arnesen, Søren Lerby, Eriksen, Bøjlesen, Brian Laudrup, Michael Laudrup. Der zijn zo veel goede spelers. Så det er, at jeg en Danmark prater over Ajax, når den er sættet op en høj niveau, ikke? Ajax, Holland og Skandinavien er dig bag elkaar, ikke? Og jeg finder, at hvad belanger ikke sig for de unge, at de talerlærer og alle de ting, ikke? Der finder ikke de Skandinavien kunne sein en de talerlæger en assist Eriksen og Bøjlesen der dyrte var det 6-7 vege og så et ting. Det stod fantastisk. Og jeg måtte, als jeg der natur kom, der måtte jeg de talerlæger. Og krudte en de kløbe til sein. Ajax er en krudte kløb, men naturligvis Barcelona en Real Madrid krote klub, ikke? Men jeg må dog hvad hedder det, ærlig sein ting yourself. That is, og dem er sig med de autos prat, og sig de altså, det bedste is når Holland til kan. In Holland sein der nicht so viel geld, så sie mut så eigen spelers kom opleide om de spelers der kan bruge in England og in Spanien og Deutschland, der hæb se så viel geld og der køb se alene de bedste spelere overal. Så derom is det muligere as en spiller fra Skandinavien når England og når Spanien kan, der det se 10 gear bedre når Holland en eerste spiller 2-3 ja net as Christian Eriksen. Van de Zweden stinkt nog. Is nog niet de. Hij is niet aan schoon. Ik herinner nog, hij zei van. Waar zo'n toernooi tussen alle regionen, gemeenten in Denemarken, in Weilen. Volgens mij was dat de eerste keer dat je hem had gezien. En daarna hebben we natuurlijk elkaar ontmoet op het trainingscomplex van Nordensen. Herinner ik me nog, volgens mij had je, ja. Volgens mij had je al Danny mee gelijk. Danny Blind, Danny Blind was gelijk mee. Daar hebben we jou gezien in de FC Midtjylland. Ja, wedstrijd eerst, ja. En dan bij de eerste training, volgens mij de dag daarna of 2 dagen daarna. Ja. Klopt. Ja, klopt. Weet u nog wat u dacht toen hij Björn voor het eerst zag? Ik
kleine jongen? Fantastisch goede voetballer, moet ik zeggen. En ik kan zien, ik heb geluk gehad. Je doet het niet zo slecht. Nee, niet zo heel slecht. Ik was ervan overtuigd dat hij had zo veel kwaliteit. En hij past perfect bij Ajax. Zo ik was blij dat we hem naar Ajax kreeg. Daarom ik wist dat veel clubs zat achter hem. En, ik ben ook bij veel clubs geweest. Hè. Zo ik was hartstikke blij met hij. Getekend. In die tijd met Christian Eriksen, daar was hij naar Barcelona. Niemand heeft met hem gesproken. En zo was het de meeste plaats waar hij ben geweest. Daar komt hij naar Ajax. Dan heeft Danny Blind en ik, die hele familie, gehaald op de vliegveld, naar die stadion. Samen eten, ja, det var så de hele tid, så jeg havde med de familielærere gesproket, så sagde jeg, jamen hvad fulgte ons kollektivs? Og de manier var Julie Darsain, var gewoon fantastisk for ons. Så jeg havde kein tvivl over, hvad jeg så gaan. Helfer is toch de eerste stap. Eerste man die ik zag voor Ajax moest ik kiezen. Eerste keer dat ik iemand sprak over Ajax, van hoe het was en wat er is. Dus ja, ik denk gewoon heel veel. Van, ook omdat hij natuurlijk een goede reputatie had. Hij kent iedereen en kon makkelijk met iedereen omgaan. En natuurlijk als je Deen is en je gaat naar buiten, dan kun je het altijd goed als je met iemand Deens komt praten. Dus ja, natuurlijk, ik denk wel. Als een scout, je laat mee over aan de speler, je moet gewoon halen en dan zorgen dat het met de goede mensen omgaat. En zo is het ook geweest. Dus hij is natuurlijk eerste stap en dan heeft hij gewoon heel goed gedaan. Ik heb een speciaal verhouding met Morten Olsen. Ik bel hem altijd. Ja, ungefähr 3 uger. De dag op de Vestrejt. Den kan vi even prate over. Ja, forskellige ting og så. Derom, altså ikke nit Morten Bell, den har ikke så en krefugl, at så kan Felice, så det har ikke altid kadaren, de er 14 år. Morgen set bij de National Blok. Ik hoop dat Danmark 1-0 vindt. Der kan være færdig. Eriksen is daarbij natuurlijk. Hij is en van de bedste in det danske national team. Og dan, ja, der er et groot problem, dat Zlatan ook med i doen. Daarom. Det er ikke gefarligt. Jeg finder det jammer, at der er ikke lykke, at det slatter lidt. Altså, Danmark vinder, der slatter lidt med ekran, når det er ikke har, eller ikke har. Thank you.
ik ben een beetje teleurgesteld. Ik wil zeggen, dat was één goede speler. Dat was Zlatan. For me, John Steen is a fantastic person, and I have to thank him a lot. I think I made him proud by doing the career I have been doing and still doing, because it always reflects back to John Steen. I don't have words to say how to thank him, because I can easily say without him, maybe I would not sit here and take the road that I took. So, but let's say he has a good eye for football players, that's for sure. Ik heb veel spelers naar Ajax gekregen, maar dat komt niet dat ik een beter scout ben. Ik heb geluk dat ik voor misschien de beste club werd. Daarom is Ajax fantastisch goed met de jonge spelers. Ik vind het zo fantastisch dat ik voor Ajax mag werken, dat moet ik zeggen. Door die club heb ik een fantastisch leven gehad met die 18 jaar. Ik heb gewerkt voor de club. Ik kon me geen andere dingen denken dat ik zou doen. Ik ben, jammer, ik weet niet wat ik moet zeggen. Dat, ik ben zo trots dat de beste club en ja, nee, dat is leuk. Okay. Dat moet ik zeggen.